Welkom bij de 7e aflevering van Ramin Gesprek Met. Op dit moment zijn we bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Ik ga zo Art Royakkes interviewen, presentator. Op dit moment presenteert hij Expeditie Robinson. Hij heeft de Wie is de Mol gedaan. B&B voor Liefde doet hij ook nu. Echt van alles. Ik ga er vandaag hopelijk achterkomen wie Art Royakkes echt is. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. Veel kijkplezier als je het via YouTube kijkt. En veel luisterplezier als je het via Spotify luistert. Hey, goedemiddag. We zijn bij BNR Nieuwsradio. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ramin Gesprek Met. 7e aflevering met niemand minder dan Art Royakkes. Hallo. Hallo, hoe is het? Ja, goed. Ik heb net een uitzending gehad bij BNR. Ik presenteer je programma Big Five. Ja. Ik ben er nu weer. Ik moet altijd naar zo'n uitzending heel even landen. Ja. Want dan is een uur lang een 1-op-1 interview. Best intensief. Jij weet er alles van met dit programma. Ja. Dus misschien ben jij straks na dit gesprek wel net zo uitgevrongen als ik na een uur radio. Dat zou kunnen natuurlijk. Dus je hebt nu nog wel energie? Of ben je zeker weer. Ja, ik heb net een cappuccino genomen. Ik kan hem helemaal tegenaan. Oké, top. Wat leuk. En we zijn hier natuurlijk ook met een reden. Ja, ik interview dus bekende Nederlanders op een plek die voor ze emotionele waarde heeft. Ja. Zodat het gesprek een beetje de diepte ingaat en wat persoonlijker aanvoelt. Mm-hmm. Kan je dat vertellen? Waarom je zeker, het interview hier op deze locatie wilde doen? Waar ben je net? Nou, dat heeft twee redenen. De eerste is dat als mensen me al kennen, dan zal het meestal zijn omdat ik televisieprogramma's presenteer. Maar ik presenteer ook met veel plezier bij het BNR, een radioprogramma. Ja. En dat is, daar ben ik heel trots op, omdat daar zit ook veel energie en liefde in. Dus ik vind het leuk om dat te laten zien. Ja. En een belangrijke reden is omdat radio draait alleen maar om je stem. Mm-hmm. En ik ben een heel poosje mijn stem kwijt geweest. Ja. Letterlijk. Stemproblemen gehad. Dus dan vind ik het mooi om te laten zien dat mijn stem het zo weer doet dat ik weer radio kan maken. Ja, want je bent daar wil ik zo meteen op terugkomen. Mm-hmm. Maar ik heb inderdaad gelezen dat je ook 100 dagen ook gewoon niet mocht praten. Mm-hmm. Heel intens, lijkt mij. Ja. Is er naast deze plek, naast BNR, ook nog een andere plek die veel emotionele waarde voor jou heeft? Als het om dat onderwerp gaat, er is... Nee, gewoon überhaupt. Nog een andere plek waarvan je denkt, daar heb ik ook veel emotionele waarde. Ja, ik ben... Want BNR zit in Amsterdam, dus we zitten nu in Amsterdam. En ik vind sowieso, als ik door deze stad fiets, dan heeft eigenlijk deze hele stad wel... Ja, daar heb ik wel emotionele waarde, zoals je het noemt. Omdat, zeker op zo'n dag als vandaag, de zon schijnt en dan fiets ik door die stad. En dan prijs ik mezelf zo gelukkig dat ik in zo'n mooie stad mag wonen. En, als je dan om je heen kijkt, gewoon al die ik vind het genot om hier te mogen wonen. Ja. Dus ik ben opgegroeid in Brabant, onder de rook van Eindhoven. En ik dacht altijd van, als ik toch ooit in Amsterdam zou kunnen wonen. Ja. En mijn oma vond dat niks, want alles wat van boven de rivieren komt, dat deugt niet, vond ze. Dus die heeft me lang tegengehouden, maar uiteindelijk heb ik de stap gewaagd. En ik heb geen dag spijt gehad. Nee, hoe lang woon je dan aan Amsterdam? Nu denk ik al meer dan 25 jaar. 25 jaar. Oké, dus al best wel lange tijd. Ja. Terwijl, je wordt hier niet altijd welkom geheten. Ik weet nog dat toen ik net in Amsterdam woonde, toen had ik struikelde ik een beetje op een kamer, kwam ik daar op terecht. Dat was een anti-kraakpand. Ja. Een heel groot gebouw, een enorme kamer, maar ik had helemaal geen spullen. Mm-hmm. Dus toen ging ik naar de bloemenmarkt in het centrum van Amsterdam. Daar kon je toen nog planten en zo kopen. En dan kocht ik een paar van die planten zoals hier achter jou. En toen vroeg die verkoper vroeg mij, hoe ga je dat mee naar huis nemen dan? En toen zei ik, nog wat Brabants dan nu, ik zei, gewoon lopen. En toen zei die man, dat is wel een kenker eind hoor, naar België. Dus wel dat accent was toen uiteindelijk nog wel hevig aanwezig. Ja, en ik werd niet echt, dat was wel hard voor, ik was dat Brabant en gezellig en een beetje rustig. En hier ging het er wel meteen tegenaan. Was het een moeilijke stap ook voor je familie en alles wat je daarachter hebt gelaten? Om een carrière te gaan maken en hier te gaan wonen? Ja, ik wilde graag in Hilversum werken. Ik had journalistiek gestudeerd en wilde bij televisie gaan werken. Maar ik weet wel dat na die ervaring in Amsterdam, toen liep ik stage in Hilversum, toen ben ik na 2-3 maanden met startende benen teruggegaan naar Brabant, omdat ik het echt te hard vond hier. En later ben ik weer teruggekomen naar Amsterdam, ben ik bij AT5 gaan werken. Ja. En zo leerde ik de stad ook kennen en toen vond ik mijn plekje. Maar het was wel even aanpassen. Ja, voordat we ingaan op alles wat je nu vertelt. Hoe moet ik jou introduceren? Ik vind, allereerst wil ik even zeggen dat ik echt super tof vind dat ik je mag interviewen. Ja, ik ook. Zelf als interviewer kijk ik op naar je, omdat je natuurlijk Royakkes op de vloer, maar ook al zelf heel lang actief ben als presentator en alles wat je eigenlijk doet op televisie.
dat zijn eigenlijk ook mijn dromen. Dus ik vind het heel gaaf om dan een soort van iemand voor mijn neus te hebben die dat allemaal bereikt heeft. Ja. En hoe hij daar naar kijkt. Dus een eer eigenlijk, dat wil ik even zeggen. En qua introductie weet ik niet waar ik moet beginnen. Ik heb zoveel gedaan. Maar als ik even wat dingen eruit haal. Ik ben trouwens recent jarig geweest, gefeliciteerd. Dankjewel, ja. Ook een Virgo, volgens mij, toch? Sterrenbeeld? Ja. Zelf ook, ben dit weekend ook jarig. Dus daar zit ook een beetje die passie volgens mij in. Waarschijnlijk wel, een perfectionisme dan, om jouw kaartjes te zien. En streber. Ja. Ben je dat ook een beetje of niet? Wel, want hoe oud ben jij? Ik ben 19, ik word 30. Oh ja, ik ben dan wel wat ouder dan jij. Dus ik ben zeker nog steeds het beste. Ja. Maar ik ben wel ook wel milder geworden. Ik was wel. Ik zag jou net in de voorbereiding op dit interview ben je met. Kijk, je hebt hier een camerateam bij, de videographers. Ja. Die dat dan allemaal goed neerzetten. Maar ben je heel perfectionistisch van hoe je het precies hebt willen staan en zo. Ja, klopt. Nou, dat herken ik wel van mezelf. Ja. En vroeger was ik daar onaardiger in dan nu. Ik kon vroeger wel, hoe heet dat dan? Directiever zijn, denk ik. Ja. Ja, nee, dat, maar dat is op jonge leeftijd wil je natuurlijk veel bereiken. Ja. Dus dan, als dingen dan misgaan, dan is dat op dat moment, komt dat harder binnen dan als je al 10 jaar succesvol bezig bent. Dan heb je al. Ongeduldiger, dat heb ik misschien ook wel. Maar dat leer je te zijn tijd ook wel, denk ik. Maar je hebt zoveel gedaan. Je hebt de Academie voor Journalistiek gedaan in Tilburg. Je komt dus uit Gelderop. Het begin van je televisiecarrière was eigenlijk Nova achter de schermen, volgens mij. Dus je hebt eigenlijk veel achter de schermen gewerkt ook. Ja. Dus het was niet echt presenteren eigenlijk als eerste. Het is echt een beetje, volgens mij als ik het zo lees, is dat zo een beetje gelopen om het zo maar te zeggen. Ja. Je bent inderdaad bij AT5 ook ben je verslaggever geweest. Ja. Want je hebt daar ook het nieuws gedaan nog een tijdje toch, bij AT5? Nee, ja wel, maar als verslaggever, niet als presentator. In 2001 ging ik op een gegeven moment bij Nova werkte, de actualiteitsrubriek. En dat weet ik vanwege 9/11. Toen moest ik weer. Ja. Ja, dat is wel een heftige periode dan, qua nieuws, omdat het de hele wereld natuurlijk gechoqueerd wat daar gebeurde. Ja. Ja, daarnaast heb je een televisiering gewonnen voor Wie is de Mol. Mm-hmm. Ben je genomineerd geweest, zilveren televisiester. Mm-hmm. Wie is de Mol als kandidaat, dat vond ik ook nog wel leuk om te lezen, dat je ook kandidaat bent geweest in het programma. En een jaar later meteen met gaan presenteren. Ja. Super lang ook, gewoon meerdere jaren. En natuurlijk Expeditie Robinson, ben je ook achter de schermen begonnen. Klopt. En uiteindelijk presentator. Ja, dus dat is wel interessant, vind ik wel leuk om te horen dat je eigenlijk achter de schermen bent begonnen en dat je uiteindelijk nu op de voorgrond staat. Ja, dat is best een switch hoor. Ja, hoe is dat eigenlijk als je daar nu, is dat een droom toen de tijd geweest van, ik zou dit wel willen presenteren? Nee, dus ik vind het heel knap wat jij nu doet. Dat jij pakt jouw plek zo voor de camera en voelt je daar volgens mij ook wel prettig bij. Ik heb daar wel even over gedaan, omdat ik had eigenlijk hoe het tot stand is gekomen is dat ik ging Expeditie Robinson maken achter de schermen en raakte bevriend met de toenmalige presentator Ernst Paul Hasselbach. En zij gingen daarna een programma maken dat heette Peking Express. Mensen zullen het ongetwijfeld niet meer kennen, maar dan gingen mensen liften door allerlei landen. En ik vond het zo'n fantastisch programma dat ik tegen hem zei, ik wil per se, al moet ik de handdoeken wassen, het maakt me niks uit, maar ik wil mee. Yeah. Toen zou ik daar een verslag geven of eindredactie gaan doen. En Ernst Paul belde toen een vlak voor vertrek, van zou jij het niet willen presenteren? Want hij had net een kind gekregen en wilde niet meer zoveel weg. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik weet niet of dat iets is voor me. Dus ik wilde eigenlijk. Is dat dan geluk of is dat dan toevallig? Nee, het was puur geluk toch? En toeval ook. Ja, het geeft gewoon, absoluut geen verdiensten van me. En toen, want ik dacht, nee. Maar toen zei volgens mij Ernst Paul tegen me, of iemand anders, die zei van, als je nu nee zegt, word je nooit meer gevraagd. Dan weet je niet wat het is. En als je ja zegt, wat is het ergste dat je kan gebeuren? Dat je niet kan, dat je afgaat. Maar dan vergeten mensen ook alweer. Ja. Dus je moet gewoon een keer doen. Ja. Dus zo begon ik. En ik weet nog dat ik in Peking dus, daar begon het programma. Ja. Op de Drumtoren heette dat. Dat was je eerste grote klus, denk ik. Ja joh, ik had geen idee. Ja. En stond daar en de kleding, was gesponsorde kleding. Maar die was nog, die hadden niet doorgekregen dat Ernst Paul niet presenteerde. Dus ze hadden de kleding gestuurd voor hem. Maar hij was een hele grote man. Dus ik stond letterlijk in zijn kleren te verdrinken, want die waren veel te groot. Hij had me voorbereid qua teksten, echt lopen drillen. Dus ik stond zijn tekst te doen, ik ken hem nog uit mijn hoofd. Ik sta hier in Hartje Peking, bovenop de Drumtoren. Vorig jaar eindigt hier een krankzinnige race. En ook dit jaar staan 6 duo's klaar voor het avontuur van hun leven. Dat jullie nog kennen. Ja, dus terwijl dit 20 jaar geleden is, maar die moest ik doen. En zei nee, is niet goed, nog een keer. Nee, is niet goed, nog een keer. Zo zaten we de helemaal te oefenen. Wie zei dat? Jij? Ernst Paul. Ik dacht vanwege je perfectionisme. Nee, Ernst Paul, want hij was een weekje mee om me voor te bereiden. Ik stond in zijn kleren, zijn tekst te doen,
op zijn intonatie. Ja, en als je terug ziet, ik heb wel eens teruggekeken, zie je jongen in totale doodsangst. Dan was ik dan in de camera kijken van, weet je wel zo. Maar het voordeel was dat wij waren 6 weken op reis voor Peking Express. Ja. En daarna kwamen we terug en je rollende programma is, net als bij Expeditie Robinson, is vrij bescheiden. Dus je moet ook wel echt je best doen om het heel erg te verklooien. Mm. En zo rolde ik er een beetje in. Gaaf. Geluk. En natuurlijk B&B vol liefde, wat je ook al een tijdje doet. Royax over de vloer, ambassadeur van WNF. Stichting Vluchtelingen en WNF. Ja, en Stichting Vluchtelingen. Ja. Hoe is dat op je pad gekomen, die twee, dat je daar ambassadeur van bent? Bij Stichting Vluchtelingen is dat gekomen omdat ik op een gegeven moment in contact raakte met mensen van Stichting Vluchtelingen. Omdat ik de cijfers hoorde dat er meer mensen dan ooit op de vlucht zijn. Ja. En het hele, wat ik net vertel over Amsterdam, dat ik me zo rijk en gelukkig prijs dat ik die stad kan fietsen. Maar dat ik ook een plek heb om naartoe te fietsen, naar mijn huis. Ja. Waar ik naar binnen kan lopen, dan kan ik de deuren achter me dicht doen. Dan is er mijn woonkamer en mijn slaapkamer en dan voel ik me veilig. Dat is natuurlijk, toen ik hoorde dat er inmiddels weer veel meer, echt tientallen miljoenen mensen op de vlucht zijn. We gaan richting de 100 miljoen mensen die dus niet naar hun huis kunnen. Omdat dat door oorlog of door geweld of door natuurgeweld. Ja, dat trof mij. En dus daar hebben we echt een persoonlijk Ja, en bij WNF hetzelfde. Ik heb een heel mooi programma, heel mooi, niet, dat zeg ik niet over mijn eigen werk, maar ik vond het heel mooi om te maken, een programma voor NPO 1, Helden van de Wildernis. Dat ging over de natuur, over mensen die zich inzetten voor bedreigde diersoorten. En als je met dat soort mensen spreekt en ziet wat er gebeurt met de natuur, kon niet anders dan dat ik me ook voor WNF wilde inzetten. Je staat er echt volledig achter. Dus en dat doe je al een tijdje ambassadeur, toch? Ja, voor allebei. Ja, al een heel aantal jaren. Volgens mij, als ik het goed zeg, doe je dus BNR's Big Five, toch? Ja. En dan doe je om de week wissel je dat met andere presentatrices, toch? Ja, dus Diana Matroos doet een week. En daarna doe ik een week. En dan is dat elke week een ander thema. Dus deze week gaat het over dwarsdenkers. Ja. Had ik Soendos El Amadi net de gast. Maar het kan ook gaan over de oorlog in Oekraïne of het kan over van alles nog wat gaan. Dan hebben we 5 keer een gesprek, 1 op 1 met een gast. 1 op 1. Dat is eigenlijk een beetje zoals een soort diepte-interview. Ja, echt wel. Ja, dat is hartstikke interessant om te doen, want ik ben vrij nieuwsgierig van aard. Dat was ooit de reden voor mij om in de media te gaan werken, omdat als kind was ik al nieuwsgierig. En ik merkte dat ik, als je zegt dat je journalist bent of presentator, dan mag je allemaal vragen stellen. Mensen vinden niemand raar. Wat eigenlijk is natuurlijk een heel gek concept, dat jij mijn leven binnenwandelt. Met een kaartje van alles over me opstaat. Ja. Dat je mij vragen gaat stellen dat ik dat normaal vind. Ja, nee, ik ben zelf ook heel nieuwsgierig. Dat is herkennend. Ik ben altijd iemand geweest die zo geïnteresseerd was in mensen dat ik dingen ging opzoeken op het internet. Van wat doet die nu? Wat doet die? Ja. Ja, ik hou sowieso van mensen, maar ik ben altijd ook geïnteresseerd geweest. Dat herken ik ook in jouw verhaal als ik dat las. Ja. Oprechte nieuwsgierigheid zijn volgens mij ergens. Ja. Ja. En dat niet veel mensen dat ook hebben, dacht ik, oh. Misschien is dat dan toch iets heel leuks. Ja. Maar voordat ik verder ga, vind ik het altijd goed om te vragen, gewoon straight up. Hoe gaat het echt met Art nu op het moment? Hoe gaat het nu met jou? Hoe gaat het nu met mij? Ja, gaat goed. Ja? Ik ben hartstikke blij. De zomervakantie is voorbij net. Ja. Nu we elkaar nu spreken. Ik heb veel tijd met mijn dochters kunnen doorbrengen. En, je treft me in een goede periode. Ik ben hartstikke blij. Want wat betekent geluk voor jou? Wat betekent geluk voor mij? Je hebt die uitspraak, weet je wel, dat, hoe is die in het Engels? Mede sun always be in your face and the wind always be in your back. Misschien is dat het gevoel van geluk. Dat je soms hebt, ik heb nu weer over fietsen, had ik het al eerder over. Het gevoel hebt van het gaat, het loopt. Ja. Soms ben je aan het ploeteren. Ja. En wat geluk is, zit hem voor mij nu meer dan een aantal jaar geleden, in hoe cliché het ook klinkt, in kleine dingen. Ik ben, doordat ik die stemproblemen heb gehad. En, ga ik zo uitgebreid op. Ja, maar dat was, ik moet ook allemaal niet overdrijven, ik zou er nooit dood in zijn gegaan of wat dan ook. Maar het heeft wel mijn blik op het leven heeft er wel invloed op gehad. Dus op welk vlak? Nou, dat ik nu, ik probeer, dat is voor mij dan ook wel een soort van geluk, ik probeer meer met mijn hoofd te zijn waar mijn voeten zijn. Ik probeer meer dus heel bewust hier te zijn in plaats van terwijl ik met jou een gesprek ben, al denk van, moet ik straks dit doen en daarna dit en daarna dat. En, dus meer eigenlijk in het hier en nu. Ja, en meer rust. Dus werk nu minder belangrijk factor voor geluk,
Ja, ik denk dat je, als je in de media werkt, dan wij zijn, en dat reken ik jou ook maar bij. Wij zijn altijd wel op zoek naar. We willen volgens mij graag excelleren en iets moois neerzetten en iets bijzonders maken. Mm-hmm. Dat heb ik nog steeds. Maar met name door mijn dochters, dat ik dan gistermiddag deden ze de stopdans. Je hebt een tweeling. Ja, twee meiden van 6 nu. En dan heb ik muziek aan staan en als die stopt, dan moeten ze dus een freeze doen. En pas als de muziek aan gaat, gaan ze weer door. En dan hebben we zoveel lol met z'n drieën. Ja, dat is wel een vorm van geluk die ik niet kende. Die je niet kende voordat je natuurlijk kinderen had. Voordat ik kinderen had en ik was altijd wel op zoek naar het volgende project. Het volgende wat ik ging doen. En weet je wel, op zoek naar het geluk of de kick daarin zoeken. Oké, okay, herkenning, de kick. Ja, en dat is nu, dus dat is wel veranderd. Ja, interessant. Ja, sowieso als je vader wordt, denk ik, of je überhaupt kinderen hebt. Ja. Dan komt er een soort van, is je leven op een bepaalde manier, wordt natuurlijk heel erg anders. Ja. Waardeer je dingen ook, denk ik, anders. En gaat het misschien naar, is het nu ook een tweede plek misschien, carrière? Of is het een gedeelde eerste plek met je kids en je vrienden en je familie? Ja, ik maak niet zo'n rangschikking, maar ik maak wel andere overwegingen. Ik vond bijvoorbeeld, ik heb dit jaar Expeditie Robinson mogen presenteren. Ja. Dan ben je 6 weken van huis. In april begonnen de opnames, denk ik. Ja, dit voorjaar. Ja. Ik ben al slecht in data, maar dit voorjaar. En dan, voorheen zou ik er altijd blind meteen ja op hebben gezegd. En nu denk ik dan, ja, dan ben ik dus wel 6 weken bij de meiden weg. Ik heb het uiteindelijk wel gedaan. Dus of dan zo of mijn carrière op de tweede plek komt, vind ik, ik probeer... Voor zover het gaat, ik heb dezelfde worstelingen als vrijwel alle Nederlanders. Dat je werk, vrienden, gezin, kinderen, sociaal leven, alles maar probeert te combineren. Want je vertelde net aan mij, voor dat interview begon, dat je gisteren vrienden hebt gesproken die na een jaar pas weer hebt gesproken. Ja. Die ik echt heel lang niet had gezien. Dat is best wel heftig, als ik dat hoor. Ja. Dus dat je een jaar lang mensen niet hebt gesproken, die zo druk hebt. Ja, zo druk. Maar ook, ik mocht niet praten, dus dat hielp ook niet mee. Ja, want daar ga ik goede brug. Daar wil ik naartoe gaan. Ja. We zijn natuurlijk nu hier bij BNR. Waar we het net ook over hadden, deze plek heeft een bepaalde betekenis voor je. Je werd meerdere keren geopereerd. Kan je wat meer vertellen over de periode, hoe dat kwam? Hoe kreeg je te horen dat je een polyp had op je stem? Ja, een soort polyp. Het heet granuloma, is een beetje vergelijkbaar. Hoe ik erachter kwam, is omdat ik steeds heeser werd. Dus het was seizoen 1 van Bed & Breakfast voor Liefde. B&B voor Liefde? Ja, B&B voor Liefde. En dat deed ik de voice-over van. Mm-hmm. En ik merkte dat ik steeds met thee met honing aan het drinken was. Om de stem een beetje te laten klinken zoals hij hoort klinken. Maar er kwam voortdurend een soort heesheid doorheen. Alsof ik een korpslid ben dat nachtenlang heeft doorgehaald met sigaretten en bier. Weet je wel? Okay. Zo. Dus ik dacht, dit is niet goed. En tegelijkertijd had ik te maken met... een relatie die voorbij was, dus veel verdriet en toch ook wel veel onzekerheid en angst van wat brengt de toekomst dan. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt, een relatie, heeft dat dan, dacht je dat daardoor je stem, dat met elkaar iets... Op dat moment denk ik niet, maar achteraf weet ik zeker dat dat er invloed heeft, want emoties slaan op je stem. Ja. Ja, emoties slaan op je stem, dus daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Dus ook in dat hele medische traject ben ik ook bij... Weet je, een acupuncturist en je gaat van alles onderzoeken om maar te kijken of er mensen zijn die je kunnen helpen. En die had verklaring van, weet je wat, het slaat op je stem en je moet... Ja. Hoe vaak ben je geopereerd uiteindelijk? Best wel veel, toch? 4 keer. Ja. Heftig wel. Want wat er elke keer gebeurde, is er zat een soort vergroeiing bij mijn stembanden, die sneden ze dan weg. En dan moet je een poosje stil zijn en zodra ik eigenlijk mijn stem weer begon te gebruiken, kwam die vergroeiing weer terug. Oké. Dus elke keer als het goed leek te gaan... En ging stem weer gebruiken, merkte je weer eigenlijk van, vrij moet stappen terugnemen. Ja, vrijwel meteen. En dus op een gegeven moment zei de arts van, ik was door de ene arts geopereerd in Rotterdam. Die zei, ik kan niks meer voor je doen. Je moet hiermee leren leven. En die kwam met een oplossing. Die stelde voor een luidsprekerkastje te gaan gebruiken. Ja, gelezen. Dus moest je een microfoon dan omdoen en hier een kastje waar dan mijn stem versterkt uit zou klinken. Was je niet bang eigenlijk toen het allemaal gebeurde? Ja. Van, wat is dit? Ik heb eigenlijk een hele carrière opgebouwd. Ja. Met mijn stem en ook gewoon überhaupt, dat is eigenlijk een beetje, als je stem weg is, dan vallen heel veel klussen, denk ik. Ja. Dus volgens mij ook, geef je ook veel lezingen en dat soort dingen, doe je ook allemaal. Dus je gebruikt je stem op ontzettend veel manieren. Ja, mijn vrienden noemden mij Radio Rooijakkers, omdat ik altijd veel aan het woord was. Ja, en dat viel helemaal weg. Dus ik vond dat
Ik was hartstikke bang. En, hoe oud zegt dat als jij bang bent? Als nou ja, ik kon bang. Moeilijk schreeuwen, want dat mocht niet. Nee. Maar ik maakte me veel zorgen en toch ook heel, Schrijf dat dan op? Of, ja. Ik hield wel een dagboek bij, maar ik had wel verdriet en zorgen en angst en onzekerheid en al die dingen in die periode. Nogmaals, we moeten het ook niet overdramatiseren. Nee, dood bent, maar als je stem verliest en je bent een presentator, dan is dat wel echt heel heftig. Dus ik vind dat je het ook niet moet. Maar dit is zo'n 100 dagen niet kan praten. Toch? Ja. En hoe lang ben je uiteindelijk uit de running geweest voordat je weer ging presenteren? Even kijken, DNA Singles was je eerste klus, weet toch? Ja, klopt. Eerste seizoen van begin dit jaar. Dus je bent best wel uit de running geweest. En kijk, achteraf gezien, dat is altijd met dingen achteraf, denk ik van dat jaar heeft me. Mensen zeggen, het is ook wel lekker, weet je wel. Het is een soort sabbatical, je hoeft niet te werken, je kan rustig aandoen. En, dat klopt allemaal wel. Zat je dan in de ziektewet of hoe werkt dat als je dan... Nee, dat is RTL heeft zich echt heel ruimhartig opgesteld. En ik stond onder contract en ze zijn me blijven steunen. Oké, goed. Dat is echt daar ben goeie werkgever. Ja, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja, begrijp ik. Maar wat in dat jaar lastig was, was de onzekerheid of het wel goed komt. Mm-hmm. Dus ik was ook bezig met een soort plan B. Moet ik dan, en wat was je plan B? Ik heb van alles zitten ontwikkelen. Ik ben bezig geweest of ik niet een indoor speeltuin moest gaan openen. Ik heb bijvoorbeeld over na zitten denken. Indoor speeltuin, waarom? Ja, daar kwam ik dan op. Ik had er een soort visie bij. En daar hoef je ook niet bij te praten. En ik dacht, ik ben bijvoorbeeld voor RTL op een gegeven moment achter het scherm bij Videoland gaan werken om programma's te begeleiden. Dus dan kon ik de montage bekijken en erover mailen, want dan hoef je niet te praten. Want ik dacht, ik wil me heel graag nuttig maken. Dus eigenlijk je creativiteit die je eigenlijk al hebt, heb je op dat moment op een ander. Ja, heb je ook weer gebruikt. Maar dan van hoe kan ik toch werken terwijl mijn stem het eigenlijk niet doet. Ja. Ben je ook iemand die formats heeft bedacht in die periode? Ja, ook wel. Ja. En zijn die komen die nog? Alhoewel, dat is niet waar. Maar nu zit ik op te scheppen. Okay. Eigenlijk merkte ik dat mijn creativiteit best wel verdween. Okay. Dus je zegt de creativiteit moet ze andere manieren vinden. Mm-hmm. Maar ik merkte dat ik in die periode eigenlijk veel minder ideeën had en veel minder. Het bruiste minder creatief. Ik denk dat het toch ook dat je om dingen te kunnen bedenken of zo, moet je ook fijn voelen. En ik was op dat moment, leefde ik met veel onzekerheid. Dus die creativiteit was er eigenlijk veel minder. Als je bijvoorbeeld zegt, ik heb twee lessen heb ik eruit gehaald. Wat zijn die twee grootste lessen uit de periode? Ja, maar dat wilde ik zeggen. Van achteraf gezien denk ik, die periode heeft me veel gebracht. Alleen dat wist ik toen niet, omdat in die periode ben je onzeker. Je weet niet of het goed afloopt. Ja. Ik heb zelfs naar Amerikaanse artsen gemaild met de boodschap. Ja, van kent u die mop van die presentator die niet meer kan praten? Ja. Dat ben ik. En kent u het sprookje van die dokter die hem zijn stem teruggaf? Dat bent u. Want je bent uiteindelijk ben je op zoek gegaan. Want eigenlijk kon je niet verder worden behandeld. Dus eigenlijk kan eigenlijk misschien nooit meer op hetzelfde niveau praten. En uiteindelijk ben je doorgaan zoeken. Ik heb geen tijd voor je. En, komt daar dan het doorzettingsvermogen of het enthousiasme, maar ook de kracht die je eigenlijk hebt, omdat je best wel veel hebt bereikt, komt het dan ook terug in als je dan ziek bent, dat je dat ook inzet op dat moment? Van, dit kan niet, ik moet dit overwinnen, dit moet op worden gelost. Nou, ik denk dat mijn drive, mijn doorzettingsvermogen uit zich in dat ik inderdaad heel erg bezig was. Het moet goed komen, weet je. Ik moet ook kunnen gaan werken. Want ik heb twee dochters en ik moet, ik moet kunnen providen, voor ze zorgen. En, dus daar was ik was daarmee bezig. Ik moet aan het werk. En daarom ging ik op zoek naar artsen en dingen en noem maar op. En eigenlijk toen, na de derde operatie, de arts zei van, ik weet niet of dit goed komt. Ja. Kwam de omslag, want toen dacht ik, tot nu toe ga ik vanuit, het moet goed komen. Ja. En dan verkramp je ook. Mm-hmm. Terwijl, ik ben op een gegeven moment, daarna ben ik gaan denken van, ik leg me erbij neer dat het niet goed komt. Ik had dat geaccepteerd. En had je het echt geaccepteerd? Ja, want ik had andere plannen. Ik dacht van, ik heb ook, je noemde dingen die ik heb mogen doen. Ja, heel veel. Dus doe je nog steeds. Ik heb natuurlijk echt geluk gehad met alle kansen die ik heb gekregen. Dus, geluk? Is het ook mooi. Dus ik was tevreden en heel blij met wat ik allemaal had mogen doen. En ik had het graag doorgewild, maar als het niet zo was, dan waren er voor mijn dingen, gevoel, die andere dingen belangrijk. Namelijk, ik wilde mijn dochters weer kunnen voorlezen. Dat werd natuurlijk. Ah, dat is mooi. In plaats van,
ik wil per se weer aan het werk. Lezen ze nu een extra voor. Veel voor? Ja. Ter compensatie of zo, ter en die periode. Voordat ze gaan slapen, ja. En, maar vanaf het moment, en je weet, het is allemaal achteraf en achteraf klopt altijd alles. Ja. Maar vanaf het moment dat ik dus losliet, dus dat ik niet meer dat verkrampt had van ik moet aan het werk, maar gewoon van het is wat het is. En, mijn doel wordt, als ik ze maar kan voorlezen, vanaf dat moment ging de genezing, werd de operatie daarna was succesvol. En heb je ook gemerkt in een periode van, dit zijn eigenlijk niet mijn vrienden? Dus dat er mensen zijn die, dus dat je in die periode, dat je als het niet goed gaat, dat je erachter komt, het zijn toch misschien niet de vrienden die ik, dat ik dacht dat ze waren in een moeilijke periode. Kom ik was natuurlijk een hele makkelijke vriend in die tijd, want ik kon heel goed luisteren. Ik hoefde daarom zelfs niks te zeggen. Ja, dus dat is ook ik zo. Er waren mensen echt om me heen gaan staan voor mijn gevoel. Dus er was een appgroep waarin ik dan iedereen op de hoogte hield en kon natuurlijk wel appen. En er waren ook mensen die zo gek waren en zo lief waren om met mij bijvoorbeeld te gaan eten in een restaurant. Want als je niet kan praten, ga je ook niet snel eten. Maar dan zat ik dus met mijn laptop aan tafel tegenover die mensen. En dan vertelde zij een verhaal. Mm. En dan kon ik terugtikken en dat laten zien. Heb je in die periode ook bijvoorbeeld haatreacties gekregen van mensen die zeiden van lekker voor art of zo? Is dat maar die lees ik niet. Dus je zult ongetwijfeld geweest zijn, maar die heb ik niet gelezen. Nee, dus je leest sowieso geen social media of iets? Nou, ik ben ook nu... je weet als er een programma op tv komt, er zijn er mensen die vinden dat leuk. En er zijn andere mensen die vinden het stom. En er zijn mensen die vinden jou leuk of die vinden jou stom. Ja, ik ben te gelukkig met de mensen om me heen en in mijn leven om dan op zoek te gaan naar mensen die online lelijke dingen over zeggen. Ja, misschien omdat je weet dan veel thuis had, weet je. Dat je dan... Ja, nee, dat deed ik nog steeds niet. Nee, daar heb ik mezelf af moeten leren, hoor. Dat deed ik in het begin wel. Ga je toch op zoek naar je naam. En je ouders, want je bent ook weer terug te gaan even naar je... Een switch naar je jeugd ook, want je bent opgegroeid in Gelderop. Ja. Volgens mij is dat best wel een nuchtere omgeving. Hoe is het toen gereageerd vanuit je ouders, maar ook je vrienden vanuit Gelderop op wat je toen meemaakte? Met die stem bedoel je? Ja, met je stem. Ja, die waren wel bezorgd hoor. Mijn zus ook. Dus dan ging dan met mijn zus dan stukken wandelen en zo. Ja, het is gewoon een heftige periode geweest, maar... Ja. Mooi dat je er zo uit bent gekomen. Ja, want je vroeg net wat zijn de twee dingen die je ervan geleerd hebt. Ja. Wat ik ervan geleerd heb is dat ik dus meer hier en nu wil zijn. Dat ik, je hebt alleen het nu. En dat je dus met het nu, dat dit is waar het om gaat. En dat ik, want je vroeg daarvoor van komt je carrière op de tweede plaats? Ja. Nee, ik wil nog steeds mooie programma's maken. Maar het is zeker zo dat ik... De momenten met zeg maar mijn vrienden, mijn familie en mijn dochters waardevoller ben gaan. Ook waardevol. Niet waardevoller dan mijn werk, maar waardevoller ben gaan vinden dan voorheen misschien. Ja. Ik ben voor mijn werk, ik heb heel veel mogen reizen. Ja. Ik ben er best wel vaak niet geweest, ben ik achtergekomen. Op verjaardagen en was best momenten wel vaak in het leven van anderen. Dat was best wel vaak weg. Ja. Ben je, om terug te gaan naar je familie, want daar wil ik eigenlijk ook een beetje naar je jeugd tekort. Heb je ouders je altijd gesteund in wat je wilde doen qua presenteren? En die mediawereld, volgens mij is dat best wel eng als je in die wereld terecht wil komen. Ja. Nou, kijk, hebben ze altijd gesteund? Wel, ja. Maar de Hilversum, kijk, wat je zei, ik ben opgegroeid in Gelderop. En Hilversum was best wel ver weg daar vandaan. Dus wij kenden niemand. Vlakbij Eindhoven. Wij kenden niemand die in Hilversum werkt of zo. Ik weet nog dat wij altijd vroeger dan... Mijn zusje keek altijd naar Kinderen voor Kinderen. Oh ja. Dan had je al die kinderen met die Gooise R. Ja. En we hadden ook oprecht geen benul dat echte mensen waren, zeg maar. Die woonden allemaal blijkbaar in een televisiestudio of zo. Dat het hele concept dat je voor televisie kon werken bestond helemaal. Ja, grappig dat je dan op die manier daar nu in terecht bent gekomen. Ja. Ben je opgevoed in een christelijk gezin of een gelovig? Nee, katholiek. Dus dat betekent met kerst naar de kerk. Punt. En voor de rest niet? Nee. En voor mijn... Opa is overleden, was dan één keer in de zoveel tijd heilige mis. Dan moest mijn oma een geldbedrag betalen, werd zijn naam genoemd in de kerkdienst. En die naam, je bent ook helemaal niet bezig met van toen de tijd natuurlijk in die periode dat je dan ook polypen had. En alles gaat natuurlijk heel veel door je hoofd. Mm-hmm. En je bent dus niet gelovig, zeg je. Maar geloof je wel in het leven na deze wereld? Nee? Nee. En waarom niet? Wat een goede vraag, waarom niet? Ja, hoe is dat? Dat is moeilijk in woorden te vatten, hè? Want waarom gelooft iemand wel? Ja.
Ja, ik ben zelf christelijk. Ja, ja. Ik geloof er wel in. Ja. Dat is ik vind het mooi als mensen erin geloven. Ik heb het idee dat... Ik weet het net zo goed niet als jij het wel weet. Ik heb het idee... Ik ben gefascineerd door het universum en het heelal. En ik vind ons zo niet echt daarin. Als je kijkt naar hoe lang het heelal bestaat en hoe groot en hoeveel sterren er zijn met planeten omheen. En dat vind ik zo... Dat vind je allemaal wel fascinerend. Ja, en dat vind ik, daar kan ik me... Dat is bijna mijn religie. Daar kan ik me echt totaal in verliezen. Ja. En ik heb het idee dus dat wij door evolutie, door een soort toeval hier zijn. En dat je hebt een hele beroemde foto van de Apollo-missie, ergens in de jaren 90. Die zijn op een hele verre afstand, hebben ze de camera gedraaid naar de aarde. En is er een foto gemaakt. En die foto is door een sterrenkundige Carl Sagan omschreven als a pale blue dot. Want je ziet dus een heel groot zwart niks. En één, zelfs kleiner dan een pixel, dat is de aarde. En dan zegt hij over, kijk maar goed naar dat puntje. Want op dat puntje leeft iedereen van wie je houdt. Mm-hmm. Dan zijn alle oorlogen die je kent uitgevochten. Alle dictators die er zijn, hebben daar geleefd. Dan zijn alle liefdes zijn er gevierd die er ooit waren. Mm-hmm. Iedere mens die er is, heeft op dat puntje geleefd. Mm-hmm. Meer is het niet. Okay. En dan kun je dus denken, zo denk ik dan zo van, hoe nietig zijn we? Maar ook, hoe bijzonder dus. En hoe kwetsbaar en hoe klein dit allemaal is. En hoe zorgvuldig je ermee moet omgaan. Ja. Dat is als je het over religie hebt, daar zit het bij mij bijna, de magie. Maar ik heb dus ook het idee dat wij onszelf misschien anders te... als ik dan naar kijk, het is zo klein, dan denk ik, zo belangrijk is het. Het relativeert voor me. En als je kijkt naar je carrière, want je hebt natuurlijk heel veel gedaan van redacteur, uiteindelijk naar presentator. Zijn er in die periodes dan ook geweest dat je af en toe dacht van, ik ga een schietgebedje of zo? Oh jawel, zeker. Ja, maar ik heb wel mijn communie gedaan en ik ben gedoopt. Ja. En ik merk wel dat ik soms inderdaad snel al drie kruisjes slaap, zo, voordat ik iets spannends vind. Dus je hebt wel bepaalde dingetjes die je doet ook voor... Ja, en mijn vader spaarde vroeger wijwatervaatjes. Ja. Dus met water uit Lourdes kon je dan zo'n kruisje doen en zo. Dus het culturele aspect van het geloof, dat speelt wel een rol in mijn leven. Maar echt het geloof van een hemel en een hel en dat er iemand is die erover beslist, dat heeft mij niet gegrepen. Dat heeft niet gegrepen. En waarom dat ook in zit, is dat mijn... ik ben zelfs uitgeschreven uit de katholieke kerk. Mijn zus is getrouwd met een vrouw. En de vorige paus zei er op een gegeven moment zulke idiote dingen over. Is je zus of je zusje? Mijn zus. Mijn zus is getrouwd met een vrouw. En de paus zei op een gegeven moment zulke idiote dingen erover, de vorige paus. Ja. Dat ik dacht, volgens mij sta ik nog ingeschreven in de kerk. En ik wil dit helemaal niet onderstrepen. Ik wil niet dat zo'n man dat mede uit mijn naam dus ergens dat podium pakt. Ik ben zelf openlijk homoseksueel. Yeah. Dus ik herken dat ook mezelf dan christelijk, maar ik heb daar ook moeite mee eigenlijk een beetje. Er is niet zoveel bekend over jouw zus, maar heb je dit wel eens verteld dat zij dan op vrouwen... Is dat bekend of heb je dat ooit... Het is geen geheim of zo. Nee, meer gewoon nieuwsgierig. En daardoor heb je eigenlijk gedacht van ik ben toch niet geloof, vanwege het feit dat niet mag in het christendom, dacht je van ik ben niet gelovig meer. Ja, en toen de paus had uitspraken erover, over inderdaad, over het huwelijk openstellen en over, noem maar op. Ja. En ik maakte me daar boos om, want ik dacht van hoe kun je nou tegen de liefde zijn? Ja. Hoe kan je er nou tegen zijn dat, als ik dan naar mijn zus kijk, die gelukkig getrouwd is en ze hebben een zoon. En hoe durf je daar iets op tegen te hebben? Ja. Hoe durf je? Eigenlijk ben ik het daar wel mee eens. Als leider van een hele grote kerk, hoe durf jij je podium te pakken en dat niet ten goede te gebruiken? Door gewoon dit te laten zien, dit te omarmen. Op basis van wat? Op basis van, jij zegt van een boek waarin iets staat, de Bijbel dan, het heilige boek waarin staat dat het niet kan. Ja, je kan het ook anders interpreteren. Ja, ik probeer mijn eigen kracht wel te blijven vinden. Ook al ben ik wel christen, probeer ik wel... Nee, maar ik val jou geloof. Nee, ik ben aan het zelf nadenken over wat je zegt, want ik vind het interessant. Ik heb namelijk ook heel veel over nagedacht. Ik vind dat iedereen moet kunnen geloven wat hij wil. Alleen dit aspect was voor mij, dat je een leider hebt met zo'n podium, dat je zoiets doet, dat was voor mij de reden om te denken, ik wil dit niet meer onderstreven. Het is maar uitgeschreven. Ja, interessant. Als we kijken naar je carrière van met betrekking tot alles wat je nu hebt gedaan, Wie is de Mol tot aan al die grote programma's, welk programma ben je het meest trots op? Nee, dat kan je niet vragen. Nee? Nee, dat is zelfs van welk kind je het meest houdt. Nou, als je een top 3 moet ik noemen. Jezus, man. Laat ik zeggen van de afgelopen 10 jaar, dus niet de hele carrière, maar de dingen die je meest recent hebt gepresenteerd de afgelopen 15 jaar.
Of laat ik zo zeggen, misschien beter voor welk programma was je in het begin best wel zenuwachtig en pakt het zo goed uit, anders dan je had verwacht? Misschien een beter, makkelijkere vraag. Nou, ik vond Wie is de Mol, vond ik, om daarmee te beginnen, ik had meegedaan en het jaar daarna mocht ik het gaan presenteren. Vond ik dat wel heel spannend. Ik weet nog dat het team destijds nadacht van, nou, we moeten hem wel op een goede manier introduceren. Het was in IJsland. Yeah. En dan moest ik dan een hele stoere jeep over een strand aankomen rijden. Uitstappen. Iets zeggen tegen de kandidaten. Yeah. Maar instappen en wegrijden. En dat hadden we helemaal gerepeteerd en gedaan, want op het losse zand. Ik wilde niet vastlopen met die jeep bijvoorbeeld. Yeah. Of ik wilde, weet je, ik wilde het echt goed doen. Dus dat was helemaal goed. Dus nou, ik kom er aanrijden met je jeep en ik stap eruit en ik nog een beetje cool staan. En ik had een leren jas aan, ik voel me een beetje een mannetje. En tegen die groep verteld, ik wist mijn tekst nog, ging ook goed. Ik stap in de auto en ik rijd weg en ik zie die kandidatengroep zo naar me zwaaien. Zij dachten waarschijnlijk van, je bent deelnemer nog? Of? Nee, want zij wisten wel dat ik ging presenteren, maar ze gingen zo zwaaien. Nou, wat aardig van ze, nou, whatever. Yeah. Dus ik rijd weg en ik rijd over iets heen. Was ik over de koffer van rapper Dio heen gereden. Dus dat was dat ging niet helemaal goed. Dus ze zwaaiden niet van goed gedaan, maar nee, zo zwaaiden ze. Dus dat was mijn start bij Wie is de Mol. Dus als je vraagt, waar ben je trots op? Ik ben trots op het feit dat ik van dat, haper in het begin, toch voor mijn gevoel in dat programma iets heb kunnen... Ja, ik vond het echt een instituut, dat programma. En kijk er nog steeds naar, want je hebt sinds 2018 niet meer presenteerd, toch? Ik weet niet meer sinds precies wanneer, maar sinds een aantal jaren niet meer. 18. Ik zie het niet meer elke aflevering, maar ik kijk er zeker naar. Het is een fantastisch programma. Dus daar ben ik wel trots op. Ik ben er trots op nu, maar dat is wat sentimenteler, dat ik nu Robinson presenteer. Ja. Maar dat heeft te maken met, waar we het over hadden, de kans die ik kreeg om te presenteren. Dat was van Ernst Paul Hasselbach. Voor mijn gevoel is hij Mr. Robinson. Hij heeft jarenlang gepresenteerd. Dat ik nu op zijn plek sta. Er zijn wel twee programma's aan, wat ik ook wel vind. Heel veel programma's die je presenteert, van Wie is de Mol Expeditie. Daar moet je heel lang eigenlijk stil over zijn, van de kandidaten mogen niet bekend worden. Hoe ga je daarmee om? Dat je hem niet per ongeluk een keertje vertelt aan een familielid. Oh ja, Wie is de Mol zit eigenlijk. Of die doen eigenlijk mee. Hoe hou je dat een beetje... Heb je daar een soort tactiek in bedacht? Door niks te zeggen, door niks. Ik heb één keer per ongeluk tegen mijn ex verteld toen wie de mol was. En dan is er ook meteen de lol was er af van het kijken voor haar. Maar bijvoorbeeld mijn moeder is echt een grote fan van Wie is de Mol. Dus die wilde dan altijd wel dingen weten. Maar ik zei gewoon helemaal niks. Dat is het beste. Ja. Want dan, als je gewoon de nullijn. Want als je een beetje gaat vertellen, dan vergeet je wat je tegen wie hebt verteld. En dan gaat het mis. Want de expeditie is natuurlijk nu bezig. Gaat als een mannen natuurlijk super, wordt super goed bekeken. Is dat belangrijk voor jou nog, kijkcijfers? Hou je ermee bezig? Zeker, ja. Vind je het interessant wat Angela de Jong schrijft over jouw programma's? En dan vind ik iets anders dan kijkcijfers. Nou ja, die schrijft natuurlijk ook over als een programma goed scoort, maar ook als een programma ook van hoe het wordt gepresenteerd, geeft ze natuurlijk af en toe ook wel kritiek. Ja, tuurlijk. Lees je dat soort dingen? Nee, niet altijd. Naast kijkcijfers? Niet altijd, maar als... Als een column over jou gaat, dan wordt het altijd wel een keer naar je toe gestuurd of zo. Ja. En dan zit er iets in waarvan ik denk, daar hebben ze wel een punt. En soms kan ik denken van, daar klopt helemaal niks van. Of soms word je boos. Of soms denk je wat een onzin. Of soms denk je pas na een week, misschien klopt het toch wel. Ja. Ben je gefocust op dan, als ik terug ga naar de kijkcijfers, dat je dan wel... Want nu kan je niet meer klaarzitten in de ochtend. Dat is nu gestopt. Ja. Dus de kijkcijfers zijn anders. Na een week. Dus voorheen werden ze een dag later bekendgemaakt en nu pas na een week, omdat er zoveel uitgesteld gekeken wordt. Wat vind je daar zelf van? Heel goed idee. Want er wordt nu een beetje moeilijk over gedaan door mensen van en het moet publiek en het moet openbaar en dit en dat. Maar dat is het nog steeds. Het enige is dat het pas een week later komt en dat je dan een veel beter beeld krijgt van die kijkcijfers. Ik vind het een beetje gezeur, om eerlijk te zijn. Misschien ook wel een soort van discussie die meer om de televisie maakt. Ja, die is er mee bezig. Mensen die, en ik vond ook, om eerlijk te zijn, dat het is ook een hele makkelijke manier van content maken voor allerlei sites of krantensites. Ja. Van gisteren scoorde dit programma, dat programma, alsof het de voetbalcompetitie is. Ik bedoel, dan gingen mijn ouders zeggen, gisteren dat programma niet zo goed bekeken. Hè? Zei ik, maar hebben jullie echt waar, je ouders? Niet eens over mijn programma. Zei ik, hebben jullie het gezien? Ja. Ik zei, vond je het een mooi programma? Ja, vond ik eigenlijk wel mooi. Wat maakt het dan uit voor jullie? Hoeveel mensen naar kijken? Dus voor de zender belangrijk en voor de adverteerders, maar voor de kijker zelf toch eigenlijk? Nee. Wat maakt het uit? Is het eigenlijk ook niet, nee. Ik vind het een beetje gezeur. En als je kijkt naar het laatste seizoen van B&B voor Liefde, je hebt recent de reunie ook natuurlijk ook gehad daarvan.
Hou je dan ook mee bezig met alles wat op televisie wordt gezegd over B&B en dit setje? Er wordt zoveel verteld over. Nee, dat kun je allemaal niet bijhouden, joh. Maar vind je het leuk dat er zoveel wordt gepraat? Tuurlijk, het is toch hartstikke leuk als je... ik ben er maar zijdelings bij betrokken. Ik heb het seizoen 1 echt gepresenteerd. Toen kreeg ik die stemproblemen. Voice. En toen, dus seizoen 2 was zonder presentator en het scoorde net zo goed. Ja. En dus nu dit seizoen ook weer zonder presentator. Het is ook een lesje nederigheid. Je hebt helemaal geen presentator nodig. Dat blijft maar om goed te laten scoren. Dus ik volg het niet allemaal. Maar het is natuurlijk te gek voor de makers dat een programma zoveel impact heeft. Mm-hmm. Uiteindelijk is dat wel het leuke van ons vak. Dat het zo zichtbaar is. Jij maakt dit ook niet omdat je denkt... Nee. Nou, ik hoop, voor mij hoeft niemand het te kijken. Jij hebt ook dat mensen hierop reageren. Ja, ik vind het leuk. Doe het vanuit passie ook wel. Ja, toch? En dat is hetzelfde daarbij. En als dat dan zo'n hype en zo'n hit wordt... En, ik was ook bij de reunie, zal ik eerlijk zijn. Die mocht ik presenteren en dan kwamen dan de bed and breakfast eigenaar en alle vrijgezellen. Ik was een beetje starstruck. Ja. Dat dan gewoon. Jij was zelf starstruck van wie dan? Ja, van iedereen. Dat ze allemaal waren. Al die maar mensen. Als je een paar namen moet noemen. Dus nou, iedereen is een beetje politiek correct. Nee, helemaal niet. Nee, maar van Olof bijvoorbeeld. Dat dan, ik vond Olof die bij zo lang bij Marianne is geweest. Ja. Die ging nu het echt ontmoeten. Ja. Of weet je wel dat. Dus Art was zelf zenuwachtig door de deelnemers van zijn eigen programma om te zoveel. Ja, ik was wel een soort van starstruck. Dat ik dacht: wauw, hier zijn ze nu allemaal bij elkaar. Ja, ja. Ja. Ja, leuk. Leuke reunie ook. Ja, vond ik leuk wel. Om, ja. Denk en het heeft allemaal nieuwe relaties opgeleverd, de reunie. Ja. Want nu is Esra, die eigenlijk voor Joy zich had opgegeven, die is nu bij Bram in Zweden. Ja. En dan hebben we nog Harry, de vrijgezel die bij Debbie was. Ik hou het niet meer bij eigenlijk. Die is met Talia en het loopt allemaal door elkaar heen. En het gaat natuurlijk ook over de media, hebben we het een beetje. De podcast gaat ook een beetje over framing eigenlijk, hoe je wordt geframed in de media. En als ik denk aan Art Royakkers, of als ik een beeld heb van jou. Beetje de boy next door, heel nuchter, is niet zoveel over bekend. Is dat gestuurd, dat je een beetje daar... als je kijkt naar de roddelpers en zo, Juice-kanalen, dan word je niet echt veel genoemd. Is dat, ben je daar echt altijd mee bezig geweest om dat zoveel mogelijk te beschermen? Of is dat gewoon zo gelopen? Ben je gewoon een persoon... Ben je gewoon zo saai, bedoel je? Nee, dat zeg ik niet, maar... dat is, als ik vergelijk met mijn andere gasten, valt het wel op. Oh ja? Ja, vind ik het wel interessant. En dan wat valt er dan op? Dat je, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn vorige gast Douwe Bob. Het is een artiest, die is veel spraakmaker. Nee, maar ik ben veel saaier dan veel artiesten. Nou, laat ik zo zeggen, bijvoorbeeld, dat er gewoon weinig op kanalen komt over jou, over je privéleven. En nu wil je weten of ik eigenlijk een soort dubbel leven heb en dat ik tot nu toe heel goed vanaf kom. Wie is de echte art, om het zo maar te zeggen? Ben jij gewoon dezelfde art als op televisie of ben je anders? Volgens mij wel. Ik denk dat ik het echt... In het echt met mijn vrienden of zo, of met mijn familie of weet ik wat, kan ik wat scherper zijn. Ja. Dat ik soms... Wat scherper? Ben je niet scherp op... Op televisie ben ik iets meer gepolijst misschien of zo. Dus iets... Heb je dat gebouwd, dat image? Nee, maar dat zijn ook de programma's die ik doe. Weet je? Ja. Ik vind dat ik bijvoorbeeld bij DNA Singers ben ik de gastheer. Ja. En dat kan je ook doen zoals bijvoorbeeld Paul de Leeuw altijd deed. Daar heb ik veel bewondering voor, maar dat is niet mijn karakter. Nee. Dus nee, ik... En dat van mijn privéleven, daar ben ik best wel gesloten over. Ik houd het veel voor mezelf. Ik vind dat ik al, doordat ik op televisie kom, geef ik al een deel van mezelf weg. Dus ik vind het prettig om een deel van mezelf te bewaren. Ja. En ik kan soms vol interesse en ook bewondering, weet ik niet. Interesse naar mensen kijken, influencers en zo, die alles tentoonspreiden. Dat kijk je wel. Ja, en dat vind ik dan... Op Instagram of zo. Ja, zo, ja. Zo. En dan denk ik, dat is bijna schaamteloos soms. Ja, en dat zou ik niet. Ik zou schaamteloos? Niet kunnen. Wat bedoel je dan precies? Nou, de mensen alles durven laten zien. Ja, alles. Van hun huis tot hun kinderen, tot hoe ze er 's ochtends uitzien, hoe ze er 's avonds uitzien. Dat zou ik. Dat past niet bij mij. En ben je dan iemand, want je komt niet op de Yvonne's en de Juice kanalen, maar is het wel zo dat ik het lees van als je kijkt naar het Voice schandaal? Hou je dat dan wel in de gaten? Of is het gewoon dat je totaal ook geen interesse hebt in die kant van de media? Dus heb je dat gevolg bijvoorbeeld van The Voice? Ja, tuurlijk. Van Matthijs van Nieuwkerk nu het interview. Tuurlijk. Ja, nee, dat heb ik al gelezen. Ja, zeker. En ben je dan bang van, kan mij misschien ook ooit gebeuren? Wat Matthijs is gebeurd? Nou ja, gewoon überhaupt dat de media opeens over je valt door een schandaal of iets dat iets ooit gebeurt in je carrière. Nou, ik denk wel door MeToo en door alles dat iedereen, dat het goed is dat als je lang in de media hebt gewerkt, dat is ook voor mij, voor iedereen, goed als je eens nadenkt, oké, wat heb ik eigenlijk in mijn carrière... Welke stap heb ik gezet en welke misstappen heb ik misschien begaan? Heb ik natuurlijk zo met Art gehad, een talkshow. Ja.
Dat is niet het succes wat je denk ik had gehoopt. Zeker niet. Maar zou je ooit nog een talkshow willen presenteren? Als dat bijvoorbeeld over een paar jaar bijvoorbeeld iemand naar je toe komt, zei er dan iemand van een omroep, we gaan toch een talkshow, willen we toch met jou doen? Zou je dan toch... Ik kan het me nu moeilijk voorstellen. Vanwege je kids, denk ik. Ja, vanwege de kinderen en ook... ik ben nu met hele andere programma's bezig. Ja, over 15 jaar. Ja, ik vind het heel moeilijk om te... Dat vind ik heel moeilijk. Ik wil je graag antwoord geven. Ja, ja, ja. Maar het eerlijke antwoord is dat ik het nu gewoon niet goed weet. Nee. Op dit moment niet. Nee. En... Kijk je wel zelf naar talkshows? Ik vond het toen... Nee, ik kijk op dit moment niet naar talkshows. Nee. Geen enkele Zumberto, niet de Rens, niet? Nee. Oké, is dat een bewuste keuze of heb je gewoon niet zoveel met talkshows? Dat laatste eigenlijk. Oké. Zoals veel mensen... Nee, dat is niet zoals veel mensen. Ik kijk zeker op televisie en zeker televisieprogramma's. Het zou gek zijn als je maker niet naar televisieprogramma's kijkt. Ja. Maar talkshows, die horen niet op met televisie dieet. Nee. Ja, hoe komt het eigenlijk? Ja, nee, iedereen zijn eigen. Er zijn er wel veel van. Ja. Dus misschien is dat ook een beetje, het aanbod is vrij breed. Ja. Waardoor het ook misschien minder exclusief voelt, ik weet het. Ja. En om wel terug te gaan naar je privé, kort over te hebben, want ik wil je wel feliciteren. Want je hebt dit weekend je vriendin ten huwelijk gevraagd in Italië. Ja. Ik las dat eergisteren en dacht... Wat leuk, daar ga ik iets over vragen. Fijn, heeft hij goed getimed, vlak week. Yeah. Ja, want je gaat dus trouwen. Ja. En hoe is dat zo gegaan dat je nu, ben je daar lange tijd al mee bezig geweest om verzoek te doen? Of kan je daar meer over vertellen? Ja, dit is dus iets dat ik graag voor mezelf hou. Oké, dat is goed. Ja, ik ben... Wat je erover kwijt wil. Ja, nee, ik ben lang met mijn ex geweest. Ja. Twee prachtige dochters mee en ik heb nu sinds een poosje een nieuwe vriendin. Ja. En het leek me mooi om... Ik ben nog nooit in mijn leven getrouwd. Het wordt eigenlijk je eerste echte... Ja, en dat vond ik fijn om... ik vond het fijn om met haar iets voor het eerst mee te maken. Ja. Is dat bewust eigenlijk geweest dat het op haar account werd gepost en niet op je eigen? Nee, want mijn vriendin heeft een gesloten account. Ja, dat zag ik. En ik was helemaal niet van plan om er überhaupt iets over te zeggen. Okay. Alleen, het is een gesloten account. Ja. Maar toch zijn er iemand dus die haar volgt, heeft dat doorverteld. Oh, dat is eigenlijk onbewust naar buiten gekomen. Ja. Ja. Oh. Het was helemaal niet, er zat geen plan achter of zo. Nee. Oké. Dat is dan ook wel, vind je dat achteraf vervelend dat het dan opgepakt is? Nou nee, want het is hartstikke leuk nieuws en ik ben er heel blij mee. Maar je hoeft je privéleven niet echt... Nee, precies. En er was wel, zo gaat het dan blijkbaar. Dus ik moet er soms zelf gewoon vooral naar gaan wennen. Ik bedoel, dat is best wel een gek concept dat mijn leven, en zo'n intiem moment, want het was het. We waren met z'n tweeën op een mooie plek en dat voelt dan iets Italië, van ons. Ja, Zuid-Italië. En voelt dan echt iets van ons, maar dat het dan een week later zo... Of een paar dagen later zo, hup, dat heb je dat daar dan nog over kan lezen. Dat je dan... Nee, ik moet er altijd aan wennen. Ik vind het iets onwerkelijks hebben. Maar kom je dat je dus een bekende Nederlander bent en ik denk, oh ja, mensen zijn geïnteresseerd in mijn leven, privé. Ja. Vind je dat dan moeilijk dan? Nou, moeilijk niet, maar ik moet er vooral aan wennen, omdat zo zie ik mezelf helemaal niet. Nee. En dat is misschien een soort naïviteit, maar ik ben er ook nooit mee bezig als ik ergens binnenkom, dat ik denk van, ja, nu komt die man van televisie binnen. Dat heb ik zelf... Niet. Dus met dit soort dingen ook denk ik, oh ja, jeetje, oh ja. Ja, ja dat nou, is leuk. Toch een soort onwerkelijk concept. En je hebt natuurlijk twee kids. Ja. Een tweeling. Bijvoorbeeld als hij ooit later besluit om in de media te gaan werken, zou ze dan toejuichen? Of als ze ooit een droom hebben om in de televisiewereld te gaan werken? Ik stel die vraag eigenlijk altijd aan. Ja, ja. Ze zijn zes, dus ik weet sowieso niet hoe televisie eruit ziet. Nee, tegen de tijd dat zij klaar zijn van de media. Ik zou ze niks toejuichen en ook niks afraden. Ik hoop vooral dat ze opgroeien met het idee dat ze dat kunnen gaan doen wat ze willen. Ja. Dat zeg ik, probeer. We hebben het er vaak over, weet je wel, dat je alles kan worden. Ja, binnen de redelijkheid natuurlijk. Je kan niet zomaar alles worden. Maar als je je best doet, dan kan je een heleboel verschillende kanten op ontwikkelen. Mm-hmm. Dus daar heb ik het wel met ze over. Maar televisie, ik vind het... Ik vind het achter gewoon, de schermen of zo. Ja, ik vind het gewoon prachtig. Ik vind het echt een voorrecht om televisie en ook radio te mogen maken. Ja. En er horen sommige dingen bij die ook een beetje raar zijn. Dus dat inderdaad, dat als ik mijn vriendin ten huwelijk vraag, dat het dan vervolgens... Op alle nieuwsites staat. Ja, daar moet ik aan wennen, ja. En jij zegt, schrik je ervan of zo? Of zou ik mijn dochters afraden? Ja. Nee, dat niet. Maar het is wel soms een beetje een soort... out-of-body experience of zo.
Een soort alsof het niet echt is. Ja, ja. Oké, okay, dat vind ik best wel. Ik vind het wel interessant om te horen voor iemand die al zo lang in het vak zit. Ja. Vind ik best wel nou, interessant eigenlijk, toch? Als je al zo lang in het vak zit, ben je nog steeds verwonderd bent van als er iets naar buiten komt. Zoals dan dat je gaat trouwen, dat het overal staat en je denkt van, oh, gaat het echt over mij? Ja. Ja, maar ik denk dat je hebt een verschil in mensen die veel over zichzelf delen, veel over zichzelf zeggen. Daar is het dan volstrekt logisch bij. Er zijn mensen die op televisie komen die een eigen huwelijksaanzoek filmen en dat dan verspreiden. Terwijl, heb je daar iets tegen dan? Of nee, is het gewoon meer moet van, vooral zelf doen. Nee, maar zo ben ik niet. Ik hou het allemaal liever wat meer... Ja. Misschien zit dat de dubbelheid wel. En, want als je net vroeg van, is er een verschil tussen de art in beeld en buiten beeld? Ja, de echte art. Eigenlijk hoef ik niet per se allemaal zo heel erg op te vallen of zo. Ik vind het heel mooi om het werk te doen. Ja. Je ziet in mijn programma's, vind ik ook best wel vaak dat ik een soort dienende rol heb. Ja. Dus ik zit vaak op jouw plek, dan gooi ik zo op de vloer, ga ik met mensen op pad, dan wil ik hen laten zien. Ja. Terwijl je hebt ook presentatoren en presentatrices die graag willen dat mensen vooral naar hen kijken. En bij Roy Axe over de Vloer ben je natuurlijk ook iemand die ook wel in het privéleven duikt van de persoon. Zeker, ja. Hoe vind je dat dan? Dat je eigenlijk zelf over je privéleven niet zo open bent? Dat is gewoon een bewuste keuze. Mm-hmm. Omdat je in je eigen programma dan wel probeert eigenlijk... Ja, dat hoort ook bij het programma. Ja, wel iets over het privéleven te vallen. Dat is een goed punt van je. Ik zat erover nadenken. Ik dacht van, hoe kijk je daar dan naar? Nou, dus voordat ik Roy Axe over de Vloer ging presenteren... Vroeger heette het programma Van de Vorst in Sterren, met Peter van de Vorst. En die zei, ik zie in jou iemand die dat zou kunnen overnemen. Maar dan moet ik wel bij jou thuis langskomen, vriend. Dacht ik, ja, dat kan ik moeilijk weigeren. Ja. En dan heb je dus, ik vind dit ook, het is gewoon een heel onnatuurlijk iets dat jij eigenlijk heel veel over mij weet. En dan vragen stelt. Ja, toch? En dan vragen stelt. Het is eigenlijk helemaal geen gesprek, want ik vraag bijna niks terug aan jou. En dan dus ook zo over het privé. Dat voelt dan... Het voelt zo gekkig of zo. Dat vond ik met Peter van der Vorst als hij langskwam ook. Dus ik ben me bij Roy Axe over de Vloer ook met mijn gast heel bewust van het feit hoe kwetsbaar het is. Ja. En ik snap ook als er dus dingen zijn waarvan mensen zeggen, ja, als je deze... Maar heb je dan wel iemand die zegt, nou, je moet het wel echt vragen. Zoals bij Jort Kelder, met dat accent die opzette, was een beetje pissig over geworden. Vind je dat dan lastig? Ik las een beetje dat hij dat tijdens het interview zei van, nou, dat heb ik niet helemaal... Nee, bij Jort was gewoon heel grappig, omdat... Hij wilde eigenlijk vooral over het mooie eiland praten waar hij woont. En ik wilde over privé dingen praten. Dus dat was ook een soort grappige virtuele bokswedstrijd. Ja. Die heel vrolijk werd gespeeld aan beide kanten. En dat voel je dan ook wel aan? Voor mijn gevoel wel. En als er onderwerpen zijn waar mensen zeggen van, nee, dat wil ik echt niet bespreken. Dan vind ik dat je dat moet respecteren. Want ik vind het al heel wat dat ze hun deur voor je openzetten. Ja, zeker. Maar dat doe ik ook al een tijdje nu, Roy Axe over de Vloer. Ja, 5 seizoenen volgens mij. En daar wil je nog mee door blijven gaan. Dus zeker. Het is gewoon super... Sorry voor jou, want jij bent het overnemen volgens mij. Nee, ik vind het een leuk programma om naar te kijken. Ja. Dus, nee, daar wil ik nog even mee door mee gaan. Omdat ik... Nee joh, ik daar overnemen. Ik vind het zo leuk om... Alleen om de nieuwsgierigheid dat je de achterdeur mag kijken, weet je wel, hoe het eruit ziet. En dat je een dag in het leven met mensen mee mag lopen met een interessant leven, is toch prachtig? Ja, heel vet. En dat is ook die, het soort van toevertrouwen. Ja. En we hadden het net ook natuurlijk gehad over polyp en alles wat gebeurde in je leven, et cetera. Ik kom even terug op het privé, want ik vind dat privé eigenlijk best wel wat deel. Misschien leg ik het net niet goed uit. Dus, ik vind ik best wel veel van mijn privé wel deel. Ik vertel over mijn dochters, ik vertel over mijn gezondheid, ik vertel over mijn angsten, mijn onzekerheid, over mijn dromen, noem op. Zo. Er zijn bepaalde dingen die ik privé moet je dat zelf ook een beetje zegt, toch? Dat klopt, maar dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld, ik vind liefde is ook iets kwetsbaars. Ik heb een nieuwe vriendin, maar ik heb ook de moeder van mijn kinderen. Ik vind dat iets... Die zijn nog in je leven, toch? En dan wil ik dat, gewoon zorgen dat het voor ons allemaal harmonieus en goed verloopt. En hoe meer je erover telt, hoe meer er dan van buitenaf misschien naar binnen komt. En dan zou ik... Ik ben heel warrig aan het praten, maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik vind ook dat ik recht... dat het goed is dat je sommige dingen dan, daar wil ik zorgvuldig mee omgaan. Ja. Want ik praat niet alleen voor mezelf, ik praat ook over andere mensen dan. Ja. Dus als het over mij gaat, dat is misschien de beste wel. Als het over mij gaat, vind ik dat ik best open ben. Mm-hmm. Maar zodra het in mijn privéleven met andere mensen te maken heeft, ik ga ook niet de hele medische geschiedenis van mijn ouders hier blootleggen. Nee, snap je? Dus er zijn bepaalde dingen die ik dan privé houd. Maar dat je erop terugkomt is wel dat je toch bezighoudt. Jij zei, ik vond een hele goede vraag van jou. Ja, maar wacht eens even, je wil niks privé loslaten, maar je gaat wel voor niks, je gaat wel voor Roy Axe over de Vloer op pad. Dacht ik, daar heb je wel een goed punt. Dus daar zat ik nog even over na te denken. Ja, ja. En die mentale gezondheid, tijdens alle programma's die je maakt, je bent veel onderweg. Hoe hou je je mentale gezondheid soort van, dat het gezond blijft? Dus dat je niet te veel stress krijgt, dat je niet
te hard gaat werken? Hoe hou je dat een beetje gezond? Ja, de presentatoren hebben toch een luizenbaantje, man. Ja, is dat zo? Ja, kan je dat, man, houd toch op. Als ik kijk naar, bijvoorbeeld bij Expeditie Robinson, dan zijn er camerateams die moeten 's ochtends vroeg, die jongens van jou hier ook, die moeten 's ochtends vroeg op pad en dan moet je alles moet je opbouwen en klaarzetten. En dan gaan wij, zijn zij eindelijk eens klaar, gaan wij eens een beetje zitten babbelen hier en nou, poepoepoe. En als wij zo klaar zijn, moeten zij alles weer opruimen. Ja, en editen. En ik ken jou, jij gaat niet helpen. Nou, als de edit klaar is, dan zeg ik meestal van, nou, dit moet eruit, dit moet zo, dit moet zo. Dus ik ben ook, daar hou ik me. Nee, oké, ik hou je voor de gek. Nee, maar ik bedoel maar te zeggen dat, ook bij Robinson dan, ja, vrouwen ook trouwens, die gaan dus heel vroeg op pad, zijn de hele dag op zijn eiland aan het filmen. En dan komen Nicolette en ik eraan. En dan moeten we even een mooi overhemdje aantrekken en iets tegen die kandidaten zeggen. En dan, dus toch echt, die mentale gezondheid, ik heb daar over het algemeen, voor mijn gevoel, niet zo last van. Wel ooit tegen een burn-out gezeten, toch? Ja, maar omdat ik gewoon ik vind het vak wat we mogen doen zo leuk, dat ik tegen alles ik heb altijd de neiging om ja te zeggen. Heb je een tip voor mij die beginnend is en die misschien ook ja gaat zeggen tegen veel dingen? Ja, beter kiezen dan dus. Kiezen wat het, waar je... een vriend van mij heeft ooit de 3 P's uitgelegd. Je hebt prestige, poen en plezier. En hij zei, het moet altijd aan 2 van de 3 voldoen, wil je ja tegen iets zeggen. Okay. Ik ben minder streng, ik vind dat dan 1 van de 3 moet voldoen. Dus als jij iets doet waar je heel veel plezier aan beleeft, vooral gaan doen. Of zo. Ja, wat een goede tip. Dus dat vond ik wel een mooie omschrijving, de 3 P's. Maar dus die stemproblemen, dat kwam ook omdat ik veel te veel aan het werk was en veel verdriet had en dan wordt het allemaal te veel. Ja. Dus je moet wel doseren. En binnen een programma vind ik echt, ben ik de laatste die mag klagen. Als je iets wil bereiken in een bepaalde wereld waar je veel mensen ook hetzelfde willen, dan moet je wel onderscheiden. Ja, absoluut, want die taart wordt niet steeds groter. Ik bedoel, televisie staat ook wel onder druk. Ja. En er zijn nog steeds evenveel mensen die ervan willen eten. En dan heb je volgens mij ook nog zoiets dat in Hilversum veel mensen op elkaar lijken, dat wil zeggen op mij lijken. Dus ja, daar had je het net over. Dat vind ik wel heel interessant om kort over bij Niels stil te staan. Maar wat vind je van die hele discussie rondom witte mensen en dat ze dan bevoorrecht zijn? Kan je daarin vinden? Of ben je ik had vanochtend had ik een gesprek bij BNR met comedian Soendos, die te horen had gegeven: je bent een vrouw van kleur, die doet hartstikke goed, maar je zou altijd harder moeten werken dan een witte mannelijke comedian. Begrijp je Soendos dan ook als ze dat zegt tegen jou? Ik kan niet in haar schoenen staan of haar pas niet lopen, maar ik geloof haar wel als ze dat zegt. Dan kan je, het is wel lastig, want je kan er zelf niet zoveel aan doen dan natuurlijk. Wat kan jij er tegen doen als iemand die daar last van heeft? Ja, je kan ernaar luisteren. Ja. Maar er moeten echt plekken. Bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk zelf bezig met mijn carrière. Mm-hmm. Ik heb een traineeship gevolgd bij een mediabedrijf met betrekking tot diversiteit. Yeah. Dus dan ga je soms wel afvragen, word je dan aangenomen? Is het alleen maar vanwege de diversiteit dat je op die plek bent? Ja, of echt omdat je talent hebt? Waarschijnlijk om het laatste, want er zullen wel meer mensen zijn die zich hebben aangemeld. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat wel een gedachte is die door je hoofd gaat. Maar daar zijn ze wel mee bezig. Ik ben een keer in de lezing geweest van Michelle Obama, die was toen hier in Ziggo. En die zei ze op basis van, ze noemde het anders, maar ik zal maar zeggen, maar op aanmoedigingsbeleid kreeg zij een plek op de universiteit met een beurs. Ja. Toen werd gezegd, maar die krijg je alleen maar vanwege je achtergrond. Oh. En zij zei, whatever, ik heb die plek en dan ga ik hem goed gebruiken ook. Dus zij zei, die vraag moet je zelf nooit stellen. Dat vond ik wel een sterke. Maar het is allemaal super bevoorrecht. Want waar zit ik over te praten? Ik heb natuurlijk geen idee. Ja, maar is het toch goed? Sommige mensen kunnen het gesprek niet aan of willen het gesprek niet aangaan. Ja. Omdat ze denken, nee, het is gewoon niet zo. Ja, ik als wit man heb even veel tegenslagen als jou. Maar dat wil ik helemaal niet zeggen. Ik weet wel dat waar we het al eerder over hadden, waar ik opgroeide in Gelderop. Ja, ik had geen idee dat je voor televisie kon werken. We kenden niemand. Ik had ook geen bekende vader. Nee. Of geen self-made noemen we dat dan. Ja, maar ik heb wel kansen gekregen. En er zijn mensen op bepaalde... Je moet in je carrière ook geluk hebben. Dus er zijn op bepaalde momenten ben ik mensen tegengekomen die dachten... Oh, nou, misschien is het iets voor jou. Ja. Dat is geluk. En misschien heeft het er ook mee te maken. En dat zal ongetwijfeld met het feit dat ik eruit zie zoals ik eruit zie. Ja. En is dat andere mensen minder snel gegeven? Ja, interessant. Er zijn expedities natuurlijk nu op televisie. Is er een kandidaat, toen jij de kandidatenlijst voor je kreeg, dus hoorde van deze mensen doen allemaal mee, dacht je van, die gaat me echt verrassen. En toen je het programma ging maken, dacht je, het is toch anders.
Ja, dat vind ik het interessante bij Robinson. Er waren 20 kandidaten, beginnen eraan. Ik zal eerlijk zijn, ik ken dus ook niet alle 20. Dat vind ik ook het leuke aan Robinson. Ja. Maar ook bij Wie is de Mol, dat er is voor ieder wat wils. Ja. Dus mijn ouders kenden Frits Wester. En, ja. en de jongere kijker kent Frits Wester in totaal niet. Die kennen weer meer de influencers die meedoen. Ja. Ben je betrokken trouwens bij die keuze van de kandidaten? Nee. Bij allebei de programma's niet? Bij Wie is de Mol en bij... Bij Wie is de Mol wel en nu niet. Nee. Oké. Okay. Nee, nu niet. Wie heeft je het meest verrast van tevoren? Ik was verbaasd toen ik zag dat Jamie Vaas meedeed. Waarom? Omdat haar leven zoals wij het kennen... Ik ken haar niet persoonlijk. Nee. Maar het leven zoals ik dat zijdelings meekreeg... was een leven dat zich afspeelt in wat meer luxe dan je bij Expeditie Robinson kunt verwachten. Ja. Dus ik vond het wel heel dapper en heel tof dat zij mee ging doen. Ja. Ik kon me er geen voorstelling van maken hoe zij het ging doen. Nou, je ziet in de eerste aflevering, dit is geen spoiler, want dit is al uitgezonden. Ja. Zij zich als een soort Lara Croft daar over het strand bewegen. Ja. Waar keihard voor gaat. Dus dat vond ik... Jamie Vaas dus. Ja. Wat vind je trouwens van dat veel kritiek was op dat Eva en Iris eruit zijn... Het afvallerseiland moesten. En dan was dan kritiek twee vrouwen en van kleur. Ja. Heb je dat een beetje meegekregen? Nou, toen dat gebeurde daar natuurlijk, dacht ik ook van... Nou, dit is wel buitengewoon onhandig. Je ziet alleen in beeld hoe het tot stand is gekomen. Er is getost. En dus het is ook een factor geluk of ongeluk geweest. Het is niet dat ze aangewezen werden. Maar ja, het is natuurlijk... Maar ze liggen er nu toch niet uit, dus afvallerseiland. Ze zitten op afvallerseiland. Ja. Maar ik zag dat gebeuren, dacht ik ook van, het is toch niet fijn. Ja, er was een discussie in een talkshow deze week, Frits Wester, die erover begon. Die zei, ik vind het belachelijk, die discussie, dat het meteen weer moet gaan over vrouwen en kleur. Ja, maar ik denk ook dat het daar echt geen rol heeft gespeeld voor de kandidaten. Nee. Dat denk ik, hè. Als je het programma ziet, en dat doen heel veel mensen, dan zie je dit gebeuren. En denk je wel, moet het nou zo? Dat snap ik wel. Ja, ik begrijp het wel. Ja. Ja. En qua nieuwe stappen in carrière, we gaan een beetje naar de toekomst. Wat zijn dingen dat je denkt van dit wil ik echt nog bereiken? Of ik wil dit, hier wil ik nog echt naartoe. Oh Jezus. dat heeft dus wel... Ik denk dat ik hier een aantal jaar geleden veel beter antwoord op had kunnen geven. Want dan, waarom? Nou, had ik een doel voor ogen waar ik naartoe onderweg was. Dan wil ik dit nog doen en dat nog doen en zus nog meemaken. Ja. En dat heb ik dus... Door wat ik met die stem heb meegemaakt, enigszins losgelaten. Ik ben, je vroeg hoe gaat het nu echt met Arthur Royks. Je zit tegenover een tevreden man. Het gaat goed met de mensen in mijn omgeving. Ik ben verliefd. Mijn kinderen gaan goed. Mijn werk gaat fijn. Grote vriendengroep. Super saai is dit misschien om te horen. Oh. Maar als ik dit mag blijven doen, dan ben ik echt blij. Dus het is niet een soort... En natuurlijk zijn er programma's die ik graag wil maken. Ik heb voor RTL een programma over taal gemaakt. Praat Nederlands met me. Ja. Ik zou het echt te gek vinden als zoiets, als ik zoiets weer zou kunnen doen. Om maar wat te noemen. Ik wil heel graag nog muziekdocumentaires gaan maken. Ik vind dat er echt prachtige muziekdocumentaires op Netflix staan. Waar kijken we welke documentaires volgen? Nee, ik vind dat als je nu naar muziekdocumentaires gaat, is het vaak dat je neemt een artiest en die volgt op weg naar iets bijzonders. Ja. Dus, dan worden ze gevolgd op weg naar een optreden in Ziggo, vind ik ook. Ja. Maar er zijn ook heel veel verhalen te vertellen. Ja. Waarom komt alle rockmuziek uit Den Haag, om iets te noemen? Dat was toevallig dit weekend, werd dat veel besproken. Aan de Hoeken tot Direct, tot aan King. Ja. Dus dat soort onderwerpen, dat zou ik ook wel graag willen doen. En qua radio, want je zit nu bij BNR, BNR's Big Five, presenteer je. Heb je nog een jaar doen, sowieso. Ik heb nog weer een contract met Steek voor een jaar. Heb je een ambitie om bijvoorbeeld ooit een ochtendshow te gaan presenteren? Nee, zoals Edwin Evers achter. Nee, man. Nee? Nee, dat kunnen andere mensen veel beter. Nee, okay. Nee. Ja. Nee, ik vind dit heel fijn om te doen. Ja. Ik heb wel een aantal ideeën, ook op radiogebied, ook voor podcasts en zo. Maar niet dat ik daar die ene ambitie heb van ik moet de ochtendshow doen of ik moet dit of ik moet dat. Nee, dat niet. Dus je bent eigenlijk nu meer in de fase van je carrière dat eigenlijk alles wat op je pad komt, dat je dat waardeert. En dat je niet meer zoals vroeger heel erg op zoek bent, dit moet ik doen, dan moet ik dat doen. Nee, en de streber in Ardo Jacques vroeger was er meer aanwezig dan nu. Ja. Of meer de overhand. Ik denk dat ik een soort milde oude man aan het worden. Ja, dat zeg ik. Heb ik niet gezegd, hè? Nee, dat zeg ik. Dat zijn mijn eigen woorden. Maar ik prijs me gewoon gelukkig met wat ik nu mag doen. Ja. En dat ik dat nog steeds mag doen. Ik bedoel, ik moet kijken, ik ben al best wel een poosje bezig. Dus dat ik dit nog steeds mag uitoefenen. Ja, en ga ik je ooit nog misschien overstappen naar een andere zender misschien? Pff, nou, die plan heb ik nu zeker niet. Nee.
Is het heel lang bij RTL, nooit. Toch? Nou, valt wel mee. Zo lang is het ook wel niet. Okay. Nu, hoe lang is het nu? 5 jaar? Oh, dat valt wel mee, toch? Voor lang. Daarvoor 6 jaar, denk ik. Ja. Zoiets, ja. Maar dat zijn allemaal dingen, dat ben je niet geweest. Het gaat nu allemaal gewoon lekker en dat is eigenlijk... Ja, ja, ik snap dat jij iets anders wil horen. Nee, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hè? Ja, ja, ik heb nog een grote droom. Wat dat betreft tref je kunnen we nog iets dus... verwachten van jou, weet je? Ja, je treft me op dat een moment in mijn leven waarbij ik... Ja, ik zit niet per se iets anders te horen. Blij en gelukkig ik wil horen wat jij te zeggen hebt op dat vlak. Dus ik... En dan doe ik altijd eigenlijk een laatste vraag over muziek. Ja. Ik ben zelf een muzikant. Ik ben eigenlijk een beetje gestopt muziek, maar ik ben nog steeds een muzikant, omdat ik, ja, dit blijft gewoon inzitten. Dus eindig ik altijd met een vraag over de favoriete muziek van mijn gast en welk nummer dan jou heel erg in dit geval emotioneert. Ja. Kan je mij een nummer opnoemen wat je heel erg emotioneert? Ik zie trouwens dat je zelf ook af en toe gitaar speelt. Ja, ja, vrij slecht hoor, maar ik probeer het. Ja, ja, het doet het wel. Ja, alhoewel mijn gitaarleraar, daar zei ik onlangs tegen van ik denk dat ik er maar mee stop, want ik vind ik zo weinig vooruitgang boek. Ja. En toen zei hij, ja, in jouw geval snap ik het wel. Dus ik denk, ja. Maar nee, ik ben groot Bruce Springsteen fan. Ja, dat, ja. Dus ik moet iets van Bruce Springsteen noemen en ik heb hier een tatoeage met de tekst Two Hearts Are Better Than One. Dat is een tekst die is voor mijn dochters. Ja, dus daar letter P en K. Two Hearts Are Better Than One. En dat is een tekst van Springsteen. Ja, vanwege tweeling. Dus ik denk dat nummer. Zie dat, afgelopen zomer was hij in Nederland. Dat was jij, hè? Ja, ja. En ik ben ook nog in andere landen naartoe geweest. Ik wil ook gewoon zoveel mogelijk zien. Ja. Dit nummer speelde niet. Maar als hij zo'n nummer speelt... Dan word je emotioneel. Ja. Nou, eigenlijk word ik bij al zijn concerten van Bruce Springsteen... sta ik minimaal wel 3 keer met tranen in mijn ogen. En die tattoo heb je al hoe lang al? Is dat echt vanaf de geboorte? Nadat mijn dochters geboren zijn, ja. Het zou een beetje eng zijn als voor de geboorte. Nee, misschien heb je pas 10 jaar voor de geboorte. Nee, heb misschien heb je het pas 3 jaar. Ik denk dag erna gezet, 2 jaar later. Nee, in een eerste levensjaar ergens. Ja. Leuk. Nou, ik vond het heel leuk om je te interviewen. Dankjewel. Ik ook. Dat je tijd hebt vrijgemaakt. Ja, succes met die carrière. Dankjewel. Ja. Ah, juist misschien wel. Ramin over de vloer. Ja, Ramin over de vloer. Ja, dat zou wat zijn. Nee joh, ik ga lekker rustig opbouwen. Okay. Maar ik wens je een hele fijne dag. Succes met alles wat je gaat doen. En jij succes met je carrière. Dankjewel, Art. Volgens mij. Dankjewel. Nogmaals heel veel dank aan Art Royakkers. Bedankt voor het kijken naar de 7e aflevering van Ramin in Gesprek met. Vergeet niet te abonneren, te liken, een reactie achter te laten. En voor de Spotify luisteraars, vergeet niet een review achter te laten. Tot de volgende keer.